In de rubriek Nieuwe Schiedammers vertellen mensen die hier net zijn komen wonen wat zij van Schiedam vinden, wat ze doen, waarom ze voor Schiedam hebben gekozen en of ze al bijzondere plekken in de stad hebben ontdekt. Wat hebben zij gedaan om Schiedam beter te leren kennen? En hebben zij tips voor andere nieuwe Schiedammers? We hebben aan tafel gekregen twee nieuwe Schiedammers. Koert en Brenda, hartelijk welkom. Dankjewel. Bij het weglopen van Bart en net is het glaasje water een beetje omgegaan. Dus als mensen denken, wat is daar voor vlekje op tafel, dan is dat de reden. Hartelijk welkom, nieuwe Schiedammers. Ja. Niet zo nieuw, hè Brenda? Nou ja, vanaf 2018, maart 2018, zijn we hier komen wonen. En wij zijn eigenlijk, dus nu al in ieder geval 4 jaar wonen we er dan. Maar we zijn begonnen met een behoorlijk project van ons huis, wat we helemaal zelf hebben verbouwd. Dus wij zijn 2,5 jaar lang, zo'n beetje echt elk weekend en elke vakantie die we hadden, zijn we met ons huis bezig geweest. Dus we hebben niet heel erg veel toen gezien van Schiedam. Wel veel gehoord, want we wonen in de binnenstad, op Broersveld. En dus dat hebben we wel gehoord, af en toe van vader ervoor bij. En dat we zeiden, wat gebeurt er? En dan hoorden we wel van andere mensen van nou, dat het een brandersfeest bijvoorbeeld was. Maar ja, we zijn lekker bezig geweest met onze verbouwing. En we zijn nu eigenlijk een beetje weer alles gaan ontdekken en aan het doen. En we zitten hier in een fantastisch gebouw. Cor, waar liggen de roots? Ver weg? Wij komen vanuit Roelevaarsveen. En we zijn eigenlijk naar Schiedam verhuisd omdat ik in Bergen op Zoom werk. En daarvoor hebben we nog in Maassluis gewoond. Op het hoofd van Maassluis. Was heel erg leuk, 14 jaar. En daarvoor hebben wij in Den Haag gewoond. Ja. En hoe kom je dan in vredesnaam in Schiedam terecht? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, ja, nou toen wij in Maassluis woonden, toen zijn we ook wel eens hebben gegeten bij Horstman Frère, toen het nog een restaurant was. En we vonden Schiedam eigenlijk een hele leuke binnenstad. Schiedam is ook heel centraal bereikbaar met openbaar vervoer en met het wegennet. En het heeft een hele mooie, brede vorm van cultuur, van theater, van bioscopen, openbaar vervoer richting Rotterdam en ook richting de Zeehoek van Holland. Dus dat waren eigenlijk voor ons ingrediënten om te zeggen, dat vinden we hartstikke leuk. En we houden met name van de oude binnenstad en een oude woning. En daar hebben we een prachtig pandje, wat Brenda net gezegd heeft. Hebben wij gevonden, een oud pand. En die hebben we helemaal opgeknapt naar onze eigen zin. En dat is eigenlijk heel mooi geworden. Nou Brenda, even een stapje terug. Jullie zijn bij alle makelaars met je neus tegen de ruit gaan staan om te kijken wat er te koop was. Nou, eigenlijk, wij waren echt wel op zoek naar iets waar we zelf onze tanden, maar ook onze handen in konden zetten. Oh, mocht niet klaar zijn gelijk. Zeker niet. Wij zijn al twee bouwkundig. Elkaar als werkvoorbereider in de bouw ontmoet, zeg maar. Dat is al een tijdje geleden, maar... Dus wij vinden het gewoon heel erg leuk om zelf ook echt te verbouwen. En ook zelf te bedenken van hoe we het kunnen doen. Dus toen zagen we een pandje op Broersveld, wat al volgens mij iets van 8 jaar te koop was. Want ja, niemand zag er heil in. Voor alle duidelijkheid, was eigenlijk een winkel, hè? Klopt. Was met een huis daarboven. Ja, klopt. Beneden was een grote winkelruimte met een magazijntje erachter en boven inderdaad een woning. En wij liepen daar eigenlijk in met z'n tweeën en we klopten eens op het muur. Oké, dit is een draagmuur, maar met een latij, dan kunnen we die weghalen. Nou ja, in ieder geval, zo liepen wij daar doorheen. En de wijken, ik bedoel, ja, Broersveld, het centrum, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Dus we hadden echt zoiets van, dit gaan we doen. Maar nou zeg ik verbouwen, dan komen de gipsplaten aan en dat soort dingen meer. Nou, we hebben hem eerst echt, de hele binnenkant hebben we gesloopt. We kwamen ook wel hele oude dingen tegen. Helaas waren die al behoorlijk verslechterd. Anders hadden we daar, we vonden het wel heel erg mooi om ornamenten bijvoorbeeld zich te maken. Kijk, nu zien we even hoe jullie aan het werk waren. Hè? Nou, precies. Ja, hier staan we met z'n tweetjes. Hebben we dat hele plafond eruit gehaald met z'n riet. En dit soort selfies hebben we natuurlijk wel meer. Want ik had wel zoiets van, onderweg van we moeten dit een foto hebben voor onszelf. Want ik bedoel, als we strakjes oud zijn, dan is dat natuurlijk wel heel erg leuk om te zien. Dus we hebben echt alles gesloopt, al het elektra eruit, al het water eruit, alle cv, en helemaal opnieuw van binnenuit opgebouwd, maar ook van buiten. En Cor, werk je dan volgens een heel schema met tekeningen of zeggen we gaan dit daar maken en dat daar? Nee, we hebben eerst plannen gemaakt, we hebben gebrainstormd, hoe willen we dat nou, waar willen we alles hebben. Dus we zijn het altijd eens? Ja.
Ja, we vullen elkaar heel erg aan. Dus dat is het heel grappige. Dus ik begin vaak met wel wat schetsjes. En Brenda die zorgt voor de verfijningen. En uiteindelijk maakt dat tot een mooi ontwerp. Dus we zijn eigenlijk helemaal van scratch af begonnen. Dus geen beperkingen, alles kan. Nog een tijdschema gemaakt? Nee. Gewoon maar... Nee, want we zijn er meteen eigenlijk op dag één zijn we erin gaan wonen. En toen hebben we gezegd, we gaan gedeelte voor gedeelte doen. En dan pakken we dat gewoon geleidelijk aan. En er zitten dan wel elk weekend en vaak 's avonds ook nog werk aan. En ook de vakanties. Maar goed, je bent eerst in een afbraakproces bezig om het kaal te strippen. En dan ga je opbouwen. En met name dat opbouwen, dat is heel leuk. Want dan zie je eigenlijk waar je het voor doet. Dus dat is heel erg leuk. Maar, dit is trouwens ook een hele leuke foto, zie ik nu. Dat was ook bijvoorbeeld heel even een kleine anekdote over wat er gebeurde. Wij waren bezig met een glasdak hebben we bijvoorbeeld gemaakt. En de glaszetter kwam om het glas te zetten. En elke vrachtwagen of wat dan ook moesten wij vergunning vragen bij de gemeente. Dat er in ieder geval een vrachtwagen voor onze deur mocht staan. Dus dat heb ik ook altijd heel netjes gedaan. Dat had ik ook gedaan met een bouwkraan die kwam voor de schuifbuien en glas te doen. Alleen, die vrachtwagen kwam eraan met zijn bouwkraan. En toen hoorde ik ook allerlei stalletjes werden erop gezet in de straat. Het was de kerstmarkt. Nou, dat was echt, goed dat was verschrikkelijk. En dat was op een donderdag, dus dat was eigenlijk niet bedacht. En degene waar we de vergunning van hadden gekregen, van de gemeente, die wist dat dus niet. Dus wij gingen daarmee door. Ik zat in Londen, dus het is volledig lang meegaan. Ik stond er eigenlijk alleen voor. En het was ook de schuifpuien kwamen toen eraan. Nou ja, dat was wel eventjes... Was het afgelopen? Is de kerstmarkt plat gereden? Ik heb gewoon gezegd, draaien met dat ding, die schuifpuien eroverheen. En toen kwamen de boas natuurlijk aan. Ik zeg, moment. Eerst even die schuifpuien hier doen. Maar goed, het is allemaal gelukt. Uiteindelijk is de kraan weggegaan en hebben we heel veel glas met de hand zelf moeten gaan zetten. Dus ja. We zien hier ook nog een foto hoe het uiteindelijk geworden is. Hè? Ja. Mooi balkonnetje aan de voorkant. Ja. Er zat al een balkonnetje. Dus ik weet niet of je die oude foto nog ook kan zien. Er zat daar een balkon, maar dat was, nou ja, dit is bijvoorbeeld op de manier waarop wij allerlei dingen naar beneden hebben kunnen krijgen. Maar dat was dus al een balkonnetje. En ja, daar hebben we, vinden wij, en gelukkig de gemeente ook, want die heeft ons toestemming gegeven. En we hebben natuurlijk een vergunning aangevraagd. Ja, wat we heel graag wilden is dat we eigenlijk, Schiedam kent zich met kleine, zelfstandige, eigen autonome geveltjes. En in het verleden was dat, in de jaren 80 is dat verbreed naar een hele grote winkelpui. En die uiteindelijk helemaal niet in het straatbeeld paste. En vandaar dat wij bedacht hebben van nou, dan willen we eigenlijk daar twee geveltjes van maken. En dat in het ritme van de straat van de architectuur past dat heel goed. Moet je dat in Schiedam nog netjes indienen als tekening voor bouwvergunning? Ja, zeker. Dus we hebben eerst zelf schets gemaakt. Dat hebben we uit laten werken door een bureau. We hebben ook een constructeur daarvoor ingenomen, omdat we ook wat... structurele dingen wilden aanpassen. En dat hebben we ingediend. Dat hebben we verdedigd voor welstand. En daar is uiteindelijk goedkeuring voor gegeven. En toen zijn we volop aan de slag gegaan. Okay. En het is wel heel leuk wat voor reacties we krijgen. Zeker toen we ook aan het verbouwen waren. Van mensen die dan door de straat heen liepen. Ja, ook van echte Schiedammers. Dus dat is heel grappig. Schiedammers vinden het fantastisch dat het steeds mooier wordt. En met alle initiatieven van de nieuwe Schiedammers en de lokale Schiedammers is dat heel... Is het niet lastig om Broersveld om daar je auto even voor de deur te zetten steeds? Ja, dat is zeker lastig. Ja, want er zitten beperkingen aan. Je mag maar op twee slot times mag je auto parkeren. Dat komt niet altijd uit. En dat levert wel eens een boete op, maar we proberen zoveel mogelijk te vermijden. Ja. Goed, het huis is klaar. Is blijven staan gisteren, begrijp ik. Ja, zeker. Dat is ook wel belangrijk. Ja. Nu ben je echte Schiedammer, nu kun je gaan genieten. Jullie volgen ook de cursus Ken Uw Stad. Ja. Wat is dat? KUS, dat is van de historische vereniging. Omdat wij Schiedam gewoon echt heel erg leuk vinden. We lopen natuurlijk lekker regelmatig door de stad, maar ook daarbuiten. En ook het groen wat je er natuurlijk allemaal omheen hebt is erg leuk. En Rotterdam is ook leuk, maar we willen natuurlijk wat meer van de geschiedenis van Schiedam weten. Ja. Schiedam is natuurlijk heel erg oud, heeft heel veel historie. En dat is ook heel leuk om dat te weten, hoe dat nou gegroeid is. Ja. En we hebben dan elke avond hebben we dan een thema. En dat thema dan is dan een gastspreker die dan...
eigenlijk vanuit zijn know-how, eigenlijk van 1200 tot en met heden, het verhaal vertelt van bijvoorbeeld kerken, bijvoorbeeld van cultuur, van historie. Dus dat is heel erg leuk omdat je wat de verhalen weet en een gevoel krijgt over hoe Schiedam begonnen is en wat het nu is. Ja. Dat is heel leuk. Kan ik echt iedereen aanbevelen om die cursus een keer te gaan volgen. En voel je al een beetje Schiedammer nu? Zeker, ja. Zeker. Nou, het leuke ook is dat we ook echt wel een aantal mensen hebben leren kennen. Ook eigenlijk allemaal mensen die of aan het verbouwen van hun woning bezig zijn geweest. Lou en Taco bijvoorbeeld, de Tafel van Goud. Nou, die kennen ook weer een heleboel andere mensen. En zo zijn we ook echt wel in een heel leuk clubje nieuwe en oude Schiedammers gekomen. Jullie wonen aan Broersveld. Ik ken oude foto's van Broersveld. Hebben jullie die al gezien met het water er nog op de Broersveld? Nou, dat hebben we ook gezien bij de kus, bij de Ken Uw Stad cursus. Hebben we dat inderdaad ook wel gezien. En we zijn wel inderdaad ook wel wat archieven ingegaan van wat het was. En ook dat er iets verderop een schildersbedrijf heeft gezeten en dat soort dingen. Ja. En onze achterbuurvrouw, die woont al dikke 82 jaar in Schiedam en die heeft me ook al heel veel verteld. Daar hebben we ook wat oude foto's van gehad. Je geeft mini-cursussen. Ja, dat is wel heel erg leuk. Want als je ook aangeeft dat je geïnteresseerd bent, dan vinden mensen het wel heel erg leuk om daar wat meer over te vertellen. Ja, Cor, jij krijgt visite van buiten de stad. Die zeggen, waarom ben jij in Schiedam gaan wonen? Ga je ze dan een paar dingen laten zien van Schiedam? Absoluut. Nou, we maken wel eens een klein rondje. Want we hebben, vind ik zelf, een van de mooiste grachten met al zijn panden en zijn historie eromheen. Mooi hè? Dus dat is al helemaal ingeburgerd van wij Schiedammers. Ja, zeker. En dan een rondje lopen en daar zie je dus de prachtige gebouwen. Dus dat is altijd heel grappig om dat samen met je bezoek, om dan ook nog even de benen te trekken door Schiedam heen. Heel goed. Brenda, nu Schiedammer, maar je hebt al overal gewoond. Blijf je nou een poosje of niet? Dat verwachten we wel, zeker. Ja? Ja, ja? We hebben hier eigenlijk alles wat we wilden en zochten. En inderdaad, we hebben op verschillende locaties gewoond. Maar hier hebben we, je hebt ook groen, je hebt de natuur heb je ook hier omheen. Je hebt het stadse. Rotterdam heb je theater, filmhuizen, restaurantjes, cafeetjes. En dan hebben jullie nog niet eens de brandersfeesten meegemaakt. Nee, daar zijn we erg benieuwd naar. Ja, misschien valt het tegen en dan gaan jullie daarna weer weg. Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Laten we niet ophangen, denk ik. Oké. Als er andere mensen kijken die nog niet in Schiedam wonen, tips? Schiedam is een pareltje, een onbekend briljantje. En dat komt steeds meer naar boven. Het wordt steeds leuker. Dus ik kan iedereen aanbevelen om naar Schiedam te komen. Het is gewoon een hartstikke leuke plek. Het heeft toch een beetje een dorpskarakter. Het is toch ook weer een stad. En het is gewoon, je hebt een uitloop, een centraal punt naar het stadse Rotterdam en naar het platteland richting Delft. Hartstikke goed. Echt heel mooi. Oké, hartelijk dank in ieder geval voor de komst. Ja. Ik zou zeggen, blijf nog even langs Schiedammer. Zeker. Gaat het borreltje er ook in bij jullie? Of, We gaan nog eens een keer ook echt een jenevertour doen. Oh. Met een fluisterboot. Ja, we zijn laatst ook geweest bij Maybe. En dat is ook een lokale brouwer. En die doet dat vanuit honing. Hartstikke leuk. Dus dat hoort erbij, zeker. Alles is voorzien hier in Schiedam. Juist, dat is het leuke. Oké. Hartelijk dank voor de komst. Blijf nog lang in Schiedam. En dan zien we jullie ongetwijfeld wel een keer op je balkonnetje zitten of zo. Of ergens lopen. Ja, zeker. Ja.